Wil je de blitz maken tijdens het kerstdiner? Let dan nu goed op. Ik heb een paar leuke kerstweetjes voor je. We eten met kerst vaak kalkoen. En dat is eigenlijk al bijna 2 eeuwen zo. Maar vroeger was het vervoer van die kalkoenen best ingewikkeld. Dus wat deden ze in Engeland? Daar werden ze gekweekt, die kalkoenen. En dan moesten ze naar de markt in Londen. En dan kregen die beesten op hun pootjes een soort teerlaagje. En moesten ze de hele afstand, en dat was soms wel een week lang, lopen naar de markt. Nou, eet je dan nu niet je kalkoen met een beetje meer respect? In Scandinavië geven kinderen elkaar vaak hele kleine beestjes van stro. En dat zijn vaak geitjes. En waarom nou geitjes, zou je denken, met kerst? Omdat vroeger dacht men dat de geesten kwamen rond de kerstdagen. En dat de geiten die wegjoegen. Dus daarom geven kinderen elkaar nu hele mooie strooie beestjes. In Polen eten ze met kerst, eten ze vaak karper. En die karper heeft een beetje gronderige smaak. Maar ze willen hem ook vers eten. Dus wat doen ze? Ze kopen een verse, hele, levende karper. En doen die een paar dagen in bad. Die laten ze daar gewoon liggen. Dus zelf kunnen ze niet meer douchen of badderen. Want die karper ligt erin. Hey, ouwe bakkerbakker. Hey, vond je dit nou leuk? Vond ik dit leuk? Natuurlijk was het leuk. Was nuttig, lekker, leerzaam. Ja, het maakt niet uit. Ik vond het nuttig. Ik vond het leuk. Ja, vond het wel leuk. Jij niet? Ja, nou, zorg dan even dat je abonnee wordt op dit kanaal. Ja, of dat je ons liked. Laat je like zien. Kijk. Of dat je ons liked, of volgt, of deelt, of downloadt. Maakt niet uit, begrijp je wel. Maar hoe kun je ons nou downloaden? Hoe kun je ons downloaden? We hebben toch een app? Oh, ja. We hebben toch een app en overal zijn we echt overal, maar dan ook overal. Kijk zelf.